is het de dag van de autisme. Het landelijke thema is dit jaar prikkels. Anne Roos van de Scheppenzeelse dorpsdichter is gevraagd om over dit thema een gedicht te maken. Dat is heel goed gelukt. Er is veel te zeggen over autisme. Hoe het is om autisme te hebben. En wat er voor jongeren en ouders te doen is op website van de CJG. Van Scheppenzeel en de Kleine Schans in Woudenberg kunt u veel daarover lezen. Ik wil u graag een gedicht voorlezen. Er is een geheime wereld. Ik heb hem goed verstopt. En als jij hem wilt zien, om te kijken of het klopt, dan zou ik heel voorzichtig zijn. En uitkijken als ik jou was. Ik draag hem met me mee, onder mijn prikkelsteekhoorjas. Ze proberen het te snappen. Gebruik lastige termen. Maar eindelijk is het simpel. Mijn wereld is zo speciaal. Die zou jij ook beschermen.